Vandaag ga ik het hebben over mijn beautyboeken en meestal staan ze altijd hier achter mij op mijn bureau. Dat ik ze altijd gewoon even erbij kan pakken als ik mijn inspiratie kwijt ben of iets dergelijks. En ik haal er altijd wel iets uit, dus ik wil het daar met jullie vandaag over gaan hebben. Het eerste boek waar ik het met jullie over ga hebben is van Lauren Conrad. Zij is ook van de Hills-serie, wat altijd op MTV werd afgedraaid en ik heb dat echt als een gek lopen kijken. Ik vond het geweldig. Zelfs Nikki Tutorials is daardoor haar YouTube begonnen. Dus het is gewoon een hele goede serie. Lauren Conrad is gewoon echt een beauty icon en ze is gewoon echt amazing. En ze heeft twee boeken uitgebracht op beauty en fashion gericht. En nog een aantal andere boeken, leesboeken. En vooral dit boek sprak mij heel erg aan. Ik had ook het stijlboek, maar dat vond ik persoonlijk weer wat minder. Omdat ik heb minder met kleding dan met make-up. Dus ik had zoiets van, ik schaf deze aan. En het is ook nog best gewoon een lekker groot boek. Hij houdt heerlijk beet. Het is een hardcover en ik heb hem op bol.com besteld voor volgens mij 16, 17 euro. En sowieso alle foto's die hierin staan, die zijn ook echt gewoon van haar. Dus je ziet haar met verschillende soorten kapsels. Ze praat ook stukjes over zichzelf, hoe ze er vroeger uitzag. Wat ze allemaal wel niet met haar haar had gedaan. Hoe ze het tegenwoordig doet, hoe ze de wenkbrauw doet. En het is gewoon een boek waar je gewoon echt veel aan hebt. Dus heb je zoiets van, ik wil alles eigenlijk meer weten over mijn haar, haarmaskers, mijn ogen, tot huidverzorging, tot je karakter. Dan is zo'n boek gewoon echt geweldig. Je hebt bijvoorbeeld dit soort dingen, hoe je dus dit kapsel kan doen. En dan wordt het allemaal in stappen uitgelegd. Dit boek heeft sowieso, even kijken, rond de 276 bladzijden. En het is gewoon echt een prachtige vrouw en er staan gewoon super mooie foto's in. En daarom raad ik jullie sowieso dit boek echt als eerste aan. Want het is gewoon echt een beautyboek en hier staat dus gewoon alles in wat je wil weten. Het is goed omschreven. Ik vind sowieso de letters en de kleuren heel erg mooi. Sowieso het zwart en het roze vind ik echt geweldig. En dan heb je dat zachte wit, de mooie witte foto's. Met een mooie witte achtergronden en een mooie zwarte strakke tekst die eruit springt. En ik ben gewoon verliefd op het boek. Ik vind het echt gewoon geweldig. Dan heb ik ook de stijlbijbel van Elle op mijn bureau staan. En deze heb ik van mijn overbuurvrouw van Sabine gekregen. En omdat ze weet dat ik echt zo'n snuffert ben die in fashion en beauty en alles wil verdiepen. Daarnaast tijd kijk ik ook steeds meer herfstoutfits van Amerika. Dus hoe je dingen kan combineren. Met hoge laarzen en hogere sokken en Scottish rokjes met dikkere panties en dat soort dingen. En ik vind het al steeds leuker worden. En ik heb zoiets van, ja, ik moet gewoon meer gaan combineren met mijn kleding. Want ik heb gewoon een kast vol. Maar ik combineer zo slecht en ik trek altijd meestal de simpelste dingen aan. En dat zijn meestal de laatste dingen die ik heb gekocht. En die combineer ik echt heel erg waardeloos. Dus ik had nu ook zoiets van, ik had alleen maar een wit topje aan. Dus dan ben ik toch weer zo dat ik denk van, oké, ik ga voor de camera. Dus ik wil er wel iets aan doen. Dus ik heb mijn haar van de knot afgehaald. Ik heb een leuke sjaal omgewikkeld. En deze heb ik volgens mij toen ooit een keer bij de H&M gekocht. En ik heb gewoon een lekker wit vest aan. Dus ik doe er al iets meer aan. Het kan nog meer, zeg maar. Maar ik doe mijn best. Dus dit is de Elle Stijlbijbel. En deze heb ik toen voor mijn verjaardag dus gekregen. En hier had ze ook een fashion check bijgegeven. Die moet ik nog steeds ook gaan gebruiken. Maar hier staan dus gewoon allemaal leuke fashion ideeën in en met retails en met vesten en hele mooie kleuren. En vooral ook de make-up vind ik heel erg gaaf op sommige foto's, dus die wil ik ook echt gaan nadoen. En dit is best wel soort een beetje urban-achtig ingericht, dit boekje. En ik vind het best wel gaaf. Ik vind er wel mooie ideeën staan. Maar ik heb zo altijd zoiets van, kijk, dit is leuk, maar dan heb je je kleding staan en dat is voor één rokje 273 euro. Dan heb ik zoiets van, ja, wat moet ik daarmee? Dat koop ik niet. Dus ik heb al zoiets van, ik vind het super om zo'n boekje te lezen en te snuffelen. Echt geweldig. Maar ik heb nooit zoiets van, zoals in een make-up boek, dat ik iets zie, dat ik iets namaak en ik profiteer van het werk. En dat ik weer iets heb bijgeleerd. Dat heb ik dus niet met fashion boeken. Ik vind het wel leuk om doorheen te bladeren, maar daar houdt het dan ook wel echt bij op. Dan heb ik nog een boek. En het leuke is dat Tom Sebastian mij ook volgt via Google. En dat vind ik best wel een eer, want het is gewoon echt wel iemand waar ik tegenop kijk. Hij heeft een prachtig boek uitgebracht en die heet dus ook Beauty. Hij was voor 15 euro op bol.com te koop en ik heb hem eigenlijk gelijk aangeschaft. Want het is gewoon een heel vrolijk boek dat er echt super goed uitziet en de foto's zijn echt amazing. Je hebt echt over van alles
Maar dan ook echt van alles in het boek wordt genoemd. Voor mannen en vrouwen is het boek zelfs. En er staat gewoon echt van alles in. Bijvoorbeeld hier van, even kijken, voorwoord heeft hij dan hier erin geschreven. De beauty basic staat erin. Dat je een visitekaartje bent, hoe vaak je haar moet wassen, waarmee je haar moet wassen. Hoe je gezichtlijnen lopen, wat voor huidverzorging heb je nodig, hoe kun je gezichtsmaskers maken. De mooiste dingen staan er allemaal in. Hele mooie duidelijke foto's. En het heeft ook wel allemaal soort een, hoe zeg ik dat, heel leuk, een speels effect heeft hij erin gebruikt. Zoals die notitieblaadjes en soort die make-up strepen door het boek heen. De letters vind ik ook heel erg leuk. Sommige fotootjes zijn soort met plakband, zeg maar, soort vastgeplakt lijkt het. Het is gewoon een heel leuk boek. En iedereen die echt ook dus een beautyboek wil en dus een innerlijke beauty ook, zeg maar, daar iets meer over wil weten, hoe jij in elkaar zit, koop dit boek en je komt al een heel eind. En ik weet dat heel veel meiden soort boeken willen aanschaffen, maar niet weten welke en hoe het eruit ziet, want je kan niet overal in kijken. Op de boeken, zeg maar, op internet. Dus ik laat het nog even snel zien. Duidelijke foto's dus. Veel kleurtjes. Veel tekst. En het is gewoon iets waar je gewoon heel veel uit kan halen. En vooral heel veel inspiratie. Dus ik ben er echt gek op. En ik vind dat Tom Sebastian echt een super boek heeft uitgebracht. Ik heb ook dit boekje pas gelegen gekocht voor 62 bij de Action. En ik had eerst zoiets van, ja, oké, ik koop het. Maar eigenlijk zal het wel iets zijn. Maar er staat eigenlijk alles over haar, huid, mode en make-up in. En het boekje heeft 300 bladzijden en het ziet er ook gewoon echt goed uit. Het is ook een hardcover boek, dus dat vind ik altijd heel erg fijn om beet te houden. En hij is ook nog best dik. En dit boekje heeft gewoon prachtige foto's. Het ziet er gewoon allemaal super uit en alles komt aan bod. Je hebt zeg maar ook hoe je make-up en oogschaduw het beste kunt aanbrengen in stappen. Van soorten maskers, hoe je je beste lipstick kunt opbrengen, hoe je je voeten moet verzorgen, de basics en de extreme. Je hebt dus echt alles erin staan. En dit vind ik dus ook echt een boekje wat echt zijn geld waard is. Dus heb je nog meer vragen over deze boeken? Geef dan vooral je mening. En dan heb ik nog één boek die ik ook pas geleden heb gekocht. En dat is Powerfood van Rens Kroes. En deze was 20 euro bij mijn supermarkt. En het is best een groot boek. En er staan hele leuke dingen in. Dus wat ik zag, zeg maar, vond ik leuk. Toen kocht ik hem. En toen vond ik het toch soort weer een beetje tegenvallen. En dan niet, zeg maar, het boek zelf is geweldig. Ik vind het ook heel leuk eruit zien. Alle boeken van tegenwoordig zien er steeds beter en beter uit zelfs. Voorwoord is ook heel erg leuk. Dan heb je hier ontbijt. Dan heb je ontbijtmuffins bijvoorbeeld. Havermout met banaan. Hier heel leuk amandelpompoenbrood. Je moet er echt van houden. En daarom, dit zijn allemaal dingen dat ik denk van bij dinner zie ik echt gewoon dus niks eigenlijk wat ik echt zou willen eten of wil proberen. Want ik weet gewoon dat dat niet echt gewoon mijn smaak is. En snacks op zich is dan wel weer, staan wel weer leuke dingetjes zoals mini pizza's. Want deze recepten zijn dus wel allemaal op gezonde basis, zeg maar. Die moeten op gezonde basis bereid worden, laat ik het zo zeggen. Dus geen één recept hiervan is ongezond. Dus daar is ze wel aangedacht. Dus de snackkoekjes en alles is gewoon wel echt goed. Want er zitten bijvoorbeeld hazelnoten, amandelen, speldmeel. Maar er zitten dus echt wel hele gezonde dingen in. En zoals chiazaad en lijnzaad en dat soort dingen, dat heb ik allemaal wel thuis. Dus op zich scheelt dat wel, want het wordt ook in heel veel recepten gebruikt. Maar zoals deze raw snackrepen, die wil ik wel echt een keer gaan maken binnenkort. Want dat ziet er gewoon echt super uit en dat lijkt me echt wel heerlijk vullend. Maar het is dus, hou jij van echt van groene smoothies, zelfgemaakte pesto, gezonde raw snackrepen, bijvoorbeeld dat soort dingen allemaal. Hou je van vis en pasta's, gezonde dingen, schaf dan dit boek aan, want dan is het echt een boek voor jou. Ik moet echt gewoon een paar recepten echt gewoon overslaan, want dat is echt mijn ding niet. Maar ik haal er wel weer heel andere leuke dingen uit, dus ik heb zoiets van, nou, ik heb er weer een leuk boek bij. Dus dit is mijn stapel die altijd naast mijn computer staat. Hier ben ik blij mee en ik hoop jullie zo ook een beetje weer geholpen te hebben met mijn boekenkeuze waar ik echt het meest eens in kijk en waar ik het meest inspiratie van uithaal. Ook zou ik graag willen weten welke boeken van jullie de favorieten zijn en welke jullie echt vaak lezen, waar jullie inspiratie van aanhalen. En natuurlijk ben ik ook heel erg benieuwd, tenminste dat is niet een natuurlijk, maar ik hoop dat jullie mij daarmee kunnen helpen. Ik ben op zoek naar een boek waar ik zeg maar
veel ideeën van make-up uit kan halen. Waar echt de gekke, zoals Nikki, die maakt soms echt van die hele felle opgemaakte looks. Met felroze en paars en poederig. En bam. Zo'n look, als jij zo'n boek ook weet waar zulke looks in staan. Met echt fel en overdreven. En echt waar je echt dus inspiratie als make-up artist kan uithalen. Laat het dan hieronder ook weten. Want ik heb Bobbi Brown volgens mij ook gezien. En dat blijkt ook best wel goed te zijn, maar ik weet dus niet hoe het boek er van binnen uitziet en of dat echt iets is. Heb je dat boek? Laat dan even hieronder ook weten wat jij daarvan vindt. En ik zie jullie natuurlijk bij de volgende video weer terug. Doeg! Hij heeft een prachtig broek. Het heeft een hele mooie hardcover kant, zeg maar. Poeder, kokosolie. Zo jeuk aan mijn neus de hele tijd. Oh.